En welkom terug bij de Belgium Games. En vandaag ben ik hier namelijk met een video over een plugin, namelijk de Survival Games plugin. Ik weet, normaal gezien kwam er vandaag volgens de planning op mijn website normaal gezien een video over eigenlijk een server waar ik een review over ging doen. Maar ze hebben mij dat op dit moment nog altijd niets laten weten, dus daarom ben ik hier dus met een opvulling van een plugin video. Ik ben hier namelijk met een aanvraag van Joachim Hofman. Ik wil een Survival Game minigame op mijn server, maar ik snap die plugin niet helemaal. Zou je eens een video over survival games kunnen maken? Ik heb al een map gemaakt. Ik heb op dit moment wel een bepaalde plugin van survival games gekozen, omdat hij er niet juist heeft bijgezet welke. Er zijn er heel veel verschillende. Dit is namelijk een gratis versie die volledig en goed werkt, ook bij mij toch. Maar er zijn namelijk ook wel betaalde versies die dan een pak natuurlijk veel beter zijn. Dit is namelijk vooral als je een vrij kleine server hebt en je kan er ook meerdere werelden. Maar dit is eigenlijk vooral goed als je een kleine server hebt en niet zo gesoftificeerd wilt hebben, omdat zelfs de bordjes, want er zijn zelfs nog geen bordjes, maar dat gaat nog gaan komen. Dus wat je namelijk gaat doen is hier op Download Now, eventueel als je alleen maar op een bepaalde wereld alleen maar deze plugin wilt hebben, moet je Multiverse Core niet hebben. Multiverse Core gaat er namelijk voor zorgen dat je verschillende werelden op jouw server kunt hebben. Dan kun je namelijk die ook gaan afhalen. En ik heb namelijk deze map eventjes afgehaald om te gebruiken in deze video, namelijk Downstream Survival Games map. Nu, Survival Games zelf is namelijk eigenlijk een spel waarbij je eigenlijk de spullen moet gaan verzamelen op de map zelf. En dan na een bepaalde tijd dat je mensen kunt gaan vermoorden om dan eigenlijk als winnaar uitgewezen te worden. Dus ik ga jullie vandaag gaan laten zien hoe dit namelijk werkt. Oké, ik ben nu even aangekomen op mijn Minecraft. Hetgeen wat ik namelijk heb gedaan is hier in mijn config file, of ja, in mijn folder van mijn server heb ik namelijk hier de survival map ingezet. En dit is namelijk de map waar de wereld op staat en ik speel op dit moment in de wildwereld. En al de plugins heb ik hier namelijk ook ingezet. De config files kom ik namelijk als laatste bij. Hetgeen wat ik dus ga doen is namelijk mv import. Ik ga namelijk de wereld gaan binnenhalen. Dit was survival. En dan ga ik daar ook normal bij zetten en ik ga dan deze gaan binnenhalen. Dan als deze binnengehaald is, ga ik er naartoe gaan met MVTP. En dan namelijk de naam van de map, dus survival. En dan ga je namelijk gaan zien dat ik dus in de map ben, maar ook overal al kisten in zitten. Hup, eventjes naar game mode 1. Natuurlijk wil je misschien zelf dan met je eigen bouwteam namelijk een wereld gaan creëren om dit te kunnen doen. Nu, hetgeen wat we namelijk ook nodig hebben is nog eens Wild Edit. En Wild Edit, ik zal ook een link hieronder in de beschrijving zetten, heb je namelijk nodig om de map volledig te kunnen aanduiden waar zich namelijk, ja, waar de map dus eigenlijk zich bevindt. Dus ik ga heel eventjes op de uithoeken van de map. Wat ik ga doen is namelijk bijna helemaal onderaan eventjes één gebied aanduiden, linkermuisknop. Dan ga ik helemaal naar diagonaal, dus diagonaal over gaan vliegen naar de andere kant van de map. En dan ga ik namelijk hier gaan kijken dat hier, dus hier stopt de map. Ik ga goed omhoog gaan, dat ik goed boven de map ben. Je ziet hem bijna niet meer. Ik typ namelijk up 1, zodat ik eentje naar boven. Ik ben iets te hoog blijkbaar, dus nu ben ik goed. Rechtermuisknop en ik heb namelijk het gebied dus aangeduid. Oké, nu gaan we namelijk de commando's gaan gebruiken van de plugin zelf. Nu, ik moet je wel zeggen, als jij OP hebt, dan kun je namelijk al de commando's, maar ben je geen OP, dan moet je eventjes naar de website gaan en dan moet je hier namelijk gaan zien naar de admin permissions. En als je dan een admin hebt, dus geen OP, kun je best deze permissies geven. Dan kun je namelijk de arena creëren, de spawns zetten, lobby zetten, resetten van de spawn en arena verwijderen. En je kan dan namelijk ook de staff permissie geven om dan namelijk dit daarna nog gaan doen. Maar daar kom ik zelfs pas bij wat je dus kunt doen. Dus hetgeen wat we namelijk als eerste gaan doen is dus namelijk het gebied aanduiden om een arena te gaan creëren. En arena creëer je met SG create en dan namelijk arena. En eenmaal als we dat hebben gedaan, hebben we een 1 arena gemaakt. En dat is namelijk dus arena met ID 1 is succesvol gemaakt. Hij gaat dan namelijk telkens 1, 2, 3, 4 en dus hoger gaan, telkens als je namelijk een arena gaat maken. Het volgende wat ik ga doen is eventjes voor gewoon 4 personen een startpositie gaan aanmaken. We willen namelijk de spawns gaan zetten. Dat bedoel ik daar dus mee. Dus hetgeen wat ik ga doen, ik ga namelijk voor 4 mensen op dit moment een spawn zetten. En dit is namelijk telkens de spawn. Dus hetgeen wat ik ga doen is namelijk SG, set spawn en dan daarna next. En dan heeft hij namelijk spawn van 1 gemaakt. Ik ga namelijk hier gaan staan, dezelfde commando uitvoeren. We gaan hier gaan staan, hetzelfde commando uitvoeren. We gaan hier gaan staan, hetzelfde commando uitvoeren. Oh, dat is jammer. Ik wou namelijk niet 4 hier hebben, ik wou 4 hier hebben.
Dat gaat ook heel eenvoudig. Dat gaat heel eenvoudig. Je doet SG setspawn 4 en hup, 4 is hier gezet. Zo makkelijk is het. En we hebben namelijk al de spawns op dit moment gezet. Nu, het kan ook zijn dat we bijvoorbeeld alle spawns helemaal verkeerd hebben gezet. Dan is er één commando en dat is namelijk SG reset spawns. En dan moet je daarna het ID meegeven van de map. En dan verwijder je namelijk al deze spawnpunten van deze wereld. Het volgende, je kan ook namelijk een hele arena weghalen. En dat is namelijk SG del arena. En dan namelijk ook het ID-nummer en dan heb je de arena volledig verwijderd. Oké, ik ga op dit moment eventjes teruggaan namelijk naar mijn gewone wereld. Dus ik ga eventjes MVTP World en dan ga ik eventjes naar deze wereld gaan. En hup, dan ben ik terug namelijk in mijn spawn aangekomen en ik ga hier namelijk nog een paar andere commando's gaan laten zien. Dus als eerste ga ik namelijk de lobby gaan zetten waar je eigenlijk de bordjes wil gaan plaatsen. Dus ik wil bijvoorbeeld hier op deze plek allemaal bordjes hebben zodat mensen kunnen binnenkomen. Eén ding, er zijn geen bordjes in deze wereld. In deze plugin zijn namelijk geen bordjes. Je kan met behulp van Server Science wel de commando's aan een bordje linken. Om ervoor te zorgen dat zij wel dan dat commando kunnen uitvoeren zonder het zelf te moeten kennen. Dus dat kun je namelijk doen met bordjes. Dat ga ik niet laten zien. Ik ga ervan uit dat jullie een beetje van Server Science kennen. Kennen jullie dat helemaal niet? Raad ik zeer ten strengste aan om mijn plugin tutorial te volgen van Server Science. Oké, hetgeen wat we namelijk hier gaan doen is namelijk de lobby gaan zetten. Dus SG set lobby en dan daarna spawn. En hop, we hebben de lobby spawnpunt gezet in de andere wereld. Als we nu namelijk de wereld willen gaan activeren waar we daar juist in waren, doen we als volgende SG enable en daarna... Ja, dat is juist, SG enable. Oftewel dit, dan ga je al de andere werelden ook gaan activeren als je meerdere arena's hebt. Of je doet er namelijk gewoon arena naam en arena 1 has been enabled. Dus gewoon SG enable en de arena naam. Je kan deze ook weer terug uitzetten als met SG disable en dan namelijk ook weer de naam of gewoon disable alleen. Dan zet je al de werelden dicht. Dus dat ga ik nu eventjes niet doen. Hetgeen wat je ook nog kunt doen, is namelijk een status wall gaan zetten. Je selecteert deze muur naar de andere kant. En dan kan je namelijk normaal gezien, dus SG set status wall. En dan normaal gezien moet je ook de ID meegeven. Maar dat doet hij namelijk niet. Hij doet het helemaal niet. Ook geeft hij een heleboel waarschuwingen. Normaal gezien hier, maar ik zie op dit moment dat ik geen errors heb gekregen in mijn server. Dit commando werkt nog niet. Net hetzelfde als kits werken ook niet op deze plugin. Maar dat komt ook omdat het een gratis plugin is. Maar hij werkt voor de rest wel volledig. Nu dat we dit allemaal hebben gehad, moeten we eigenlijk als volgende gaan doen. We gaan gewoon heel eenvoudig... We gaan de wereld nog niet gaan testen. Ik ga eerst nog een paar andere commando's gaan zeggen. Een commando als volgt, wat jij als admin kunt doen volgens mij, is SG start. Oftewel SG start, de arena nummer en dan namelijk de tijd wat het moet gaan aftellen. Dan kun je namelijk een arena zelf gaan laten starten. Nu, dat is namelijk als je al in een arena bent en je zegt van oh, start toch, ik wil dat de game direct gaat starten. Ook wat je kunt doen is eigenlijk SG, dan namelijk refill. Dan ga je namelijk de kisten van die wereld gaan hervullen. Dat kun je namelijk ook doen. Plus, dat is heel handig aan deze plugin. Hij vult automatisch al de kisten in de map. Dus dat is heel handig, hij vult deze automatisch bij. Allee, we gaan zelfs rond de map gaan rondvliegen en dan zal ik het jullie zo dadelijk nog zien. Ja, je kan dus namelijk normaal gezien dan gaan vouten, maar je moet namelijk in een arena zitten om dit te kunnen doen. Als je SG vout doet, ga je namelijk gaan vouten van start deze wereld nu, ik wil dat deze wereld nu start. Je kan ook uit een arena gaan met SG leave, dan ga je eigenlijk uit de arena. Je kan ook namelijk naar de zone lobby gaan, SG zone. Kom je namelijk naar de lobby waar alle bordjes normaal gezien te komen staan, waar je op kunt klikken om deze arena te zonen. Het volgende wat je ook kunt, is namelijk SG zone zelf en dan namelijk het ID. Dan ga je namelijk gaan starten met deze wereld. Het volgende wat je ook hebt, is namelijk list.
is eigenlijk een hele lijst van de spelers die online zijn. Nu, ik snap niet waarom zij gewoon slash list ermee hebben instaan, want dat gebruikt Essentials al. Dus dat vind ik maar heel gek. Het volgende is namelijk SG Spectate. SG Spectate en het ID-nummer van de wereld kun je namelijk de wereld gaan selecteren. Maar deze werkt nu niet, omdat op dit moment de wereld niet werkt. Eenmaal dus als een wereld bezig is, kun je dus deze wereld gaan spectaten. En ook als je eenmaal in de wereld, als je aan het wachten bent voor in die wereld te komen, maar je wilt toch niet meer naar deze wereld gaan, kun je SG en dan LQ. En dan ga je namelijk uit de SGLQ, dan ga je namelijk uit de wachtlijst. Nogmaals wil ik eventjes gaan zeggen, je spelers kunnen pas de permissies, kunnen pas de bordjes of deze commando's gebruiken, dus deze spelercommando's pas gebruiken. Als ze eenmaal al de permissies hebben die hier staan, die kun je toevoegen met permissions X, oftewel met wild, met nog een andere, ik zet de link hieronder, permissions X heb ik pas geleden nog uitgelegd gehad. Nu, dat is namelijk dus eigenlijk alles wat in deze hele plugin zit. Ik ga het jullie zelfs gaan laten zien, maar eerst wil ik toch eventjes toch wel met server science gaan uitleggen. Dus als ik eventjes mij een bordje neem en ik ga hier bijvoorbeeld start of arena 1 en ik wil bijvoorbeeld dat mensen toch naar deze arena kunnen gaan, doe ik SVS add en dan daarna om de spelers namelijk te laten joinen kun je namelijk SG join en dan namelijk 1. En als ik dan hier rechtermuisknop doe, kan ik namelijk deze arena gaan joinen. Zoals je kunt zien, ben ik de arena gejoind. Ik kom te spawn, ik kan nergens naartoe, want ik word tegengehouden. Dat vind ik al heel goed. Als ik nu heel eventjes mijn broer langs ga zetten, wow, wat ik heb veel openstaan. Dus ik haal eventjes mijn broer zijn account binnen. Hij heeft normaal gezien geen op. Jawel, hij heeft wel op, dus ik ga heel eventjes die op van mijn broer. Hij heeft normaal gezien geen permissions, dus je gaat dus ook zien dat hij niks kan doen. Maar je kan dus als je namelijk al de permissions gaat geven, kan hij dat namelijk wel doen. Oké, ik heb heel eventjes eigenlijk mijn broer permissies gegeven. Zoals je kunt zien staat zijn scherm volledig vol. Maar hetgeen wat ik namelijk heb gedaan, ik ga eventjes de permissions extra bijhalen. Zoals je mijn broer kunt zien, hij heeft namelijk de serverscience.use gekregen. Deze kan eigenlijk namelijk allebei weg. Dus deze SG Arena Join 1 en SG Arena Join. Sterretje kan eigenlijk weg. Maar je moet namelijk de speler SG Arena Join geven. En dan kunnen ze namelijk de arena gaan joinen. Plus de 1 is namelijk dat ze alleen maar Arena 1 kunnen joinen. Dus wat ik nu kan doen, is ik kan dus namelijk hier op Arena 1 klikken. Ik kom namelijk terecht in Arena 1. Ik ga namelijk mijn account er ook eventjes in laten komen. Je ziet het, we zijn met ons tweeën. We kunnen elkaar niet slaan. Als ik SG start, en dan kan ik normaal ook 1 erbij zetten en 10 seconden. Dus game start in 10 seconden. Ook al staat het al automatisch op 10 seconden, dus op zich maakt dat niet uit. 5, 4, 3, 2, 1. Je gaat zien dat er in de chat komt dat 20 seconden kan je mensen niet slaan. Dus ik heb nu 20 seconden om naar het centrum te sprinten, een hele hoop spullen te pakken en hier dan uit te nemen. Als ik nu namelijk hier een hele hoop spullen uitneem en ik doe namelijk SG refill, dan gaat namelijk Arena 1 hervullen en je ziet dat deze kist is hervuld. Hier zit allemaal goud in, ik doe namelijk refill en hup, de kisten zijn allemaal aangepast. Ook gaat hij nu zeggen, Grace Period has ended. Dat betekent dat ik mijn broer wel kan slaan. Maar ik wil namelijk eventjes andere kisten vlug laten zien. Dat ik daar dus mee bedoel dat eigenlijk alle kisten ook wel degelijk gevuld. En de kist moet kunnen. Dat ook volledig alle kisten worden gevuld. En hier, deze kist is namelijk ook gevuld. Als ik nu heel eventjes naar mijn broer ga. En ik ga deze namelijk eventjes vermoorden. Dus hup, we gaan namelijk naar hieronder. En ik ga deze namelijk eventjes mijn broer vermoorden. Ga je dus namelijk zien dat Killed Jarjar wint de Survival Games. En dus zoals je kunt zien staat hier dus namelijk Jarjar is vermoord door Jens met een houten zwaard. En Jens heeft Jarne vermoord in de Survival Games in Arena 1. En om het allerlaatste nog te laten zien ga ik nu naar al de files die er namelijk bij waren. Dat is deze namelijk. Ja, is aangepast. Oké, dus namelijk als je naar het foldertje gaat, namelijk de plugin folder en dan namelijk naar Survival Games, heb je verschillende folders. De eerste ga ik naar de config file. In de config file staat namelijk de config version afblijven, debug files, klopt allemaal, check voor updates, oké.
Hier staat Auto Start Players. Namelijk als een aantal spelers is bereikt, gaat hij namelijk 20 seconden gaan wachten. En de Auto Start Vote is namelijk bij favorites. Dat weet ik niet hoe goed dat namelijk werkt. Maar ja. Enable Player Queue, dat betekent dat er als de speler... Als namelijk een map volledig vol is, dan gaat hij namelijk moeten gaan wachten voordat hij er pas in kan. Dus als de hele map vol zit. Disallowed comments zijn namelijk de commandos die niet worden toegelaten. En dat is namelijk /kit, die is op dit moment nog niet toegelaten volgens mij. Voor de rest is deze grace period dat je mensen niet kunt mappen, is voor 20 seconden kun je deze namelijk niet mappen. Status moet gaan hervullen. Het volgende is namelijk iets heel speciaals. De restock chest gaat er namelijk voor gaan zorgen dat eenmaal als het nacht geworden is en terug dag wordt op de wereld, worden automatisch de kisten hervuld. En dit gebeurt maar één keer wel, dus dat kun je wel terug aanzetten. Dit betekent als dit op aanstaat dat de wereld altijd wordt geherstart op daglicht. En dan hier kun je namelijk ook nog control block placing en breaking. Welke blokken ze mogen breken en welke blokken ze mogen plaatsen, zijn deze lijst. Die mogen ze breken en plaatsen. En er zijn ook namelijk entities die op de map telkens gaan blijven als je wat ja. Eigenlijk deze blokken gaan op de map gaan blijven als de map zich reset. Dat was het. Man, dat is ook moeilijk vandaag om te spreken. Amai. Hier is namelijk de rollback. Deze moet je eigenlijk van afblijven, want dat gaat ervoor zorgen dat je servers anders een beetje trager wordt. Je hebt dan namelijk ook de endgame. Als je namelijk een aantal spelers hebt, dus bijvoorbeeld 3 spelers, gaat er namelijk voor gaan zorgen dat er binnen de 20 seconden een endgame gaat beginnen. Dat betekent dus, ik ga het heel even lezen. Dit betekent namelijk eigenlijk als je op het einde van een spel komt, als er nog maar 3 spelers over zijn, gaat er telkens een vuur of een lightning, dus eigenlijk bliksem op de grond komen om andere spelers aan te duiden van hier is nog een speler en dit om de 20 seconden. Ook kan je ervoor zorgen dat er namelijk een kist wordt gespawned en dan moet ik eventjes kijken met chest, place chest, als die geenabled is, kan je ervoor zorgen dat er een kist kort bij hun wordt gespawned. Wil je namelijk niet dat er telkens bliksem komt, kun je ook een deathmatch doen. En met een deathmatch ga je dus namelijk voor een zorg dood. Dus dit betekent namelijk eigenlijk heel eenvoudig dat je namelijk wordt gespawned naar het midden en dat je voor een bepaald aantal tijd dus mensen kunt gaan doodslaan. Eenmaal als namelijk de kill time, dus eenmaal als ze daarna zijn vermoord, wordt namelijk de game afgesloten. Ook heb je een reward, wat ze namelijk gaan krijgen staat standaard uit. Als je namelijk wint kun je bijvoorbeeld iets krijgen, het staat hier volledig uitgelegd. En dit is namelijk SQL en dit zijn statistieken. Maar de statistieken is volgens mij iets wat nog niet heel te goed werkt. Ja, dat wel werkt, want je kunt namelijk double kill, multikill, ultra kill, unbelievable kill en nog zo verder. Dan het volgende is namelijk de kisten. Hetgeen wat je hier kunt doen is dat je kisten kunt configureren. Ik ga hier niet veel over gaan zeggen, want dit zijn alles andere soort level van kisten die je namelijk hebt. En ik denk hoe verder van het midden, hoe sterker dat de kisten worden. En het beste kun je dit zelf eens een keertje gewoon lezen. De kits zou ik vanaf blijven, want deze werken nog niet. Berichten kun je volledig in het Nederlands zetten als je wilt. Of er bestaat een Nederlandse versie, dat weet ik niet. Dit zijn al de verschillende spawns en dit is namelijk het systeem waar dus de arena zich bevindt. Maar ja, ik denk dat ik op dit moment alles heb gehad. Het heeft mij eventjes gekost om namelijk eigenlijk mijn broer al de permissions te geven. Dus daarom dat ik op een half uurtje zit van deze plugin video. En ook omdat is het misschien een beetje sneller gegaan vanwege dat dit eigenlijk een... Ja, een tussenkomstvideo is die ik eventjes tussenin heb gepropt. Maar ik hoop dat jullie dit een heel fijne video vonden. Geef dan een blauw duimpje mochten doen. Mijn naam is Jens en ik zie jullie bij een volgende video. Doei!